Goedenavond, hartelijk welkom bij weer een nieuwe Bingo Gids special. En wie hebben we vanavond als gast? Vanavond hebben we niemand minder dan John de Bever. Dat was een heel gezellig interview, dus we dachten, dat wilt u vast nog een keer bekijken. Veel plezier ermee. John. Goedenavond. Eind rijden van... Ja, het is een heel eind van balken af, hè? Van balken af. Heb ik ook de kerk van Boksel een beetje mogen bewonderen? Ja, ik zat verkeerd. Ik zat in Boksel. Ja. Ja, maakt er niks uit. Is ook mooi. Het is, ook mooi. Het is één gemeente, hè? Boksel, ook ja. Mooi. Oké. Okay. Heel mooi. John, ja, ik ga je natuurlijk aan een interview onderwerpen, zullen we maar zeggen. Je bent in 1980 ontdekt op Pierre Cartner. Mm. Toen was je slechts 14 jaar oud, volgens mij. Hoe kwam dat zo in die tijd? Nou, ik deed toen al zingen, want toen had ik zo'n stemmetje zoals Mieke had, of Jantje Smit toen hij klein was. En vrienden van mij speelden altijd op de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, toen zong ik altijd een paar liedjes met mij. En vader Aron Pierre Cartner was daar. En die zei, god, dat is best mooi, John. Dan zouden we niet morgen vroeg langs kunnen komen. Dus dat heb ik gedaan, die volgende morgen. En ja, dat heb ik achter zijn bureau moeten gaan staan te zingen. En 2 minuutjes en toen zijn we gaan een plaat maken. En toen kwam Als ik later in trouw en dat werd toevallig nog een hit. Dus er zijn nog singles gekomen en een LP. En dan heb ik 2 jaar onder contract gestaan. En ja, ik kon ook redelijk voetballen, dus ik moest een keuze maken tussen voetbal en zingen. Ik denk, ga voetballen, zingen kan ik later nog. En zo is het ook eigenlijk allemaal zo gelopen. Gaan rollen. En hoe lang heeft dat contact stand gehouden met Pierre Cartner? Ja, ik spreek Pierre nog wel eens nog nu. Ja, hij heeft pas nog een nummer geschreven voor me, maar dat paste eigenlijk niet zo goed bij mij. Dus hij is nu naar een nieuw nummer aan het kijken. Dus ja, we zien elkaar ook in het land natuurlijk met zingen. Je blijft eigenlijk altijd... Soms, ik ken ze ooit een half jaar niet zien en een half jaar niet. Maar ooit zien we elkaar 2 keer in de week, dan weet het toch ooit niet. Ja, ja. Want op je 16e koos je dan toch voor een voetbalcarrière. Mm-hmm. Niet onverdienstelijk, want ik geloof dat je het heel goed gedaan hebt. Jawel, ik ben altijd wel. Ik heb redelijk kunnen voetballen, ja. En dat is iets, ja... Als je dat zegt, dan ben ik meteen weer arrogant. Maar ja, jij vraagt daar zo aan mij. Nee, hoor, dat is niet arrogant. Als je best een zaal van onder de wereld wordt, dan kunnen best goed voetballen. Sparta nog, geloof ik, hè? Nee, ik heb bij Dordrecht 90 nog gespeeld in de Eredivisie, een halfjaartje. Maar dat was de combinatie met zaalvoetbal. Ik speelde in 2 eredivisies tegelijk, dat ging niet. Dat was eigenlijk te veel. En dat was zaalvoetbal, maar ook veld? Ja, op het veldvoetbal. Dat was de Eredivisie op het veld, maar dan speelde ik zondags op het veld. En dan moest ik heel de week trainen. Vrijdagavond speelde ik in de zaal in de Eredivisie. Ja, ja. Dat ging niet. Dus dat heb ik een half jaar voorgehouden. Het voetbalwereldje past me niet zo eerlijk gezegd. Nee. De top, dus dat moet dan weer aan knikken. En als ik het eerst niet mee eens ben, dan mag ik dat toch zeggen. Dus, dat moet dat kan niet altijd. Maar het muziekwereldje is precies hetzelfde hoor. Dus, Ja, ik probeer toch wel mezelf te blijven. Van voetballen krijg je wel een bittere conditie, of niet? Nou, ik weet niet. Ja, maar ik denk van zingen ook. Want zingen, als je een half uur moet zingen en je moet 4 keer op een avond zingen of 3 keer, dan is 3 keer een half uur, dan kost het natuurlijk ook veel kracht. Okay, ja. Dus dat is ook een bepaalde conditie, denk ik. Dat is ook vaak dan reizen van het een naar het ander op zo'n avond? Ja, ja. Je kunt er ooit 4 doen, maar dan moet het allemaal dicht bij elkaar liggen. Maar ja, ja. 3 is al heel veel op een avond, ja. Ik kan me voorstellen. Ja, daar zou ik ook moe van worden. Ik word er niet moe van, want ik vind het leuk. Maar s'avonds thuis ben ik natuurlijk wel moe, maar ik vind het wel leuk om te zingen. Mensen te vermaken. Vorig jaar, het nummer met Annie Schilder. Mm-hmm. Toen kwam jij. Mm-hmm. Na lange vriendschap, is dat een goede stap geweest om dat op te nemen? Ja, ik had een café in Spanje en daar kwam zij wel eens. En daar deden wij samen altijd zingen. Maar vroeger was ik fan van Annie. Toen ze net bezig en klaar was, toen was ik fan. Volgde ik, zei ik overal. Ja. En toen vroeg ze ook altijd of ik mee wou zingen. Dus ze zong ik altijd Chanson d'amour mee. Chanson d'amour. Dan was ik dan de Jan Keizer. Ja, ja. En dus hebben we... Mon amour. Nee, Chanson d'amour. Chanson d'amour. Ja, dat is een heel mooi liedje van BZN. Dus daar zong ik dan mee. En nou zag ik ze weer in Spanje en ook weer zingen in een café. Ik zei, zullen we een plaatje maken? Ja, dat vonden ze goed natuurlijk, want ja, ze is toch ook lang uit de running geweest. Ja. En dat was voor haar ook een opstap natuurlijk voor de nieuwe boek en de nieuwe cd. Dus ja. En toen kwam jij, is in de top 100, heeft in de top 100 gestaan, dus dat was best een leuk nummer. Ja. We hebben een hele leuke clip van gemaakt, wat er heel veel van verkocht zijn. Nou, dus ja, gaan we dadelijk gewoon super, super leuk natuurlijk. Ja. Maar is ook een van de weinigen waar ik goed mee op kan schieten, maar die ik
Dat klikt gewoon goed. Ja, dat klikt. Dan ken ze al 22 jaar, dus dat klikt goed. Ja. Ja, ze is natuurlijk wel altijd in de picture gebleven met haar vol daarvoor afslankpillen. Ik weet niet of ze er slikt, maar. Oh, ze was op een gegeven moment wel erg slank. Ja, toen ze een verhouding had in Spanje met haar man, was ze daar van anders, toen zag ik, was ze heel mager. Maar het was geen goede huwelijk, denk ik. Zal ja, daar mee te maken hebben. Zo'n reclame voor zo'n pillenserie, ja, dan. Het zou wel helpen natuurlijk, anders houdt het gestand. Voldemort is er nog steeds, dus dat iets wat niet goed is, dat blijft niet zo lang bestaan. Nee, dat is waar. Je bracht een ode aan Rini Valentijn door het nummer Liegen, Liegen, Liegen op te nemen. Waarom heb je dat gedaan? Ja, dat is toepasselijk is bij, nee. Maar een vriend van Rini Valentijn, die was daar geweest en die wou zo graag hebben dat Liegen, Liegen, Liegen bekend werd. Maar ja, Rini lukte dat niet, dus of iemand anders daar wou zingen, toen kwamen ze bij mij. Het is eigenlijk niet mijn stijl muziek, maar ja. Ik vind meteen alles zielig. Toen zei ik, nou, doe maar weer. En toen overleed hij. Dus ja, toen vond ik het helemaal lullig eigenlijk. Ja. Denk, ja, dat is het laatste wat je kunt doen voor iemand. Dus dat heb ik opgenomen. Ja, dat heeft een kleine redelijke bekendheid gehad. Maar het is niet echt mijn stijl. Maar ik vind het wel fijn dat ik het gedaan heb. Zeker voor, zijn, voor de vriend, voor de nabestaanden die er zijn. Daarvoor doet het eigenlijk. Want ik denk niet dat hij er zelf nog mee kan maken. Ja, ik geloof niet dat. Misschien als je straks zelf een keer bovenkomt daar, dat ze zeggen van, ja, ah, ja, goed. Ja, dan, John, dan heb ik het leuk tegen je gedaan. Dan zeg ik anders nog tegen die Nina Rini, ik heb liegen, liegen, het was wat, hè, liegen, liegen, liegen. Nou. We zullen het niet weten. En we gaan eens even kijken naar die clip van die je met Annie Schilder samen hebt gezongen. En dat is Toen kwam jij. Kwam jij die dag als een droom voor mij, al die jaren zo eenzaam, vol verdriet en pijn. Nu laat ik jou nooit meer gaan. Oh,
gaan ze samen hand in hand. John de Wever en Annie Schilder. En toen kwam jij. Was het gezellig daar in Volendam? Want het leek wel echt Volendam. Dat was Volendam. Die kleren ook, hè? Was Volendamse kleren. Ja, ja, het klopte niet helemaal. Jawel, dat moet zo. Dat is juist het leuke ervan natuurlijk. Nee, ik vond het wel erg gezellig uitzien ook. Ja, dat is ook leuk. Vorige week nog Brabant Party. Ja. Zijn er bepaalde artiesten waar je meer naartoe trekt, die echt vrienden van je zijn? Het komt elkaar overal toch wel tegen, denk ik dan zo. Ja, maar elke artiest heeft, ja, ze hebben toch allemaal, ze vinden eigenlijk allemaal het beste. Dat is een beetje artiest eigen. Ja, is dat toch wel zo, ja? Ja, je hebt er ook die er niet hebben natuurlijk. Ja, ik kan hier ook vaak artiesten die zeggen van, oh, van die kan ik nog veel leren en van die kan ik nog veel leren. Ja, maar ja, goed, best leren. Iedereen heeft toch zijn eigen stijl en iedereen zijn eigen stemgeluid. Tenminste, althans, dat probeert iedereen. Kijk, ik heb heel veel zangers die feestmuziek zingen. Ik zing toch een beetje normaal gesproken, een beetje die gevoelige nummers. Dat ligt mij ook het beste, vind ik ook zelf het mooiste om te zingen. Ja. En, maar feestmuziek zingen is natuurlijk makkelijker om de zaal op zijn kop te krijgen. Ja. Maar ik heb dan toch weer een ander soort publiek, ander soort fans. Maar ja, Jannes is een hele aardige jongen, die ken ik goed mee overweg. Dat klikt gewoon, bij bepaalde artiesten hebben gewoon dat... nou, Rob van Dalen is een vriend van me. Ja, het zijn natuurlijk wel meer artiesten, die Jacques van Amersdonk. Als we nou op Annie Schilder, een heleboel, maar ja, ik heb toch al, dat is bij iedereen, daar hebben jullie ook bij vrienden, je hebt bepaalde dingen en bepaalde mensen worden toetrekt en bepaalde mensen niet, dat is toch normaal. Maar is er nou ook haat en nijd? Ja, voor mij kan het niet. Ik kun iedereen altijd het beste. Die heb ik ook altijd in elkaar gesteken, als iemand gesteken. Iedereen neer. Als iemand goed kan stukken door, dan vind ik dat geweldig. Als iemand goed kan timmeren, vind ik dat geweldig. Als iemand goed kan zingen, vind ik dat mooi. En ik geef niks om, moeten mensen het geld zien. Ik ken geen afgunst, gelukkig. Ik zit zo niet in elkaar. Dat is ook zo'n negatieve energie waar je niks aan hebt. Ja, maar ja, goed, ik merk wel dat er wel heel veel mensen afgunstig zijn. En je kunt wij het toch niet wapen tegen mensen die jou... Ik hoor zoveel dingen ooit over mij en dan denk ik, ja, maar mensen, waar haal dat vandaan? Mensen kennen me helemaal niet. En die hebben dan een oordeel over iemand, terwijl dat ze mij helemaal niet kennen. Ja, dan kunnen toch geen vooroordeel... Ja, dan hebben vooroordeel, dan kunnen geen oordeel. Maar ja, ik zit zo niet in elkaar. Ik kan, ook al hebben ze iets over jou, dan wil ik jou toch eerst meemaken. En dan kan ik pas benoemen. Ja, precies. Eén op één. Maar dat is gewoon heel... Hoge bomen vangen soms wel eens wind. Want wat dat betreft, enkele jaren geleden ben je nogal zwart gemaakt. In het Brabants Dagblad heb ik gezien. Ja. Met betrekking tot onder andere een omkoopschandaal bij de voetbalclub in Westerlo. Ja. Hoe ga je er dan mee om als je zoiets leest? Dat is niet goed ingelicht, hè? Voetbalclub Westerlo. Nee, ik zou jou vertellen. Ik had een café in Ibiza. Dus ik was uitgeschreven in Nederland. En er waren twee spelers die hadden mijn naam genoemd. Dus ik heb een dagvaarding gekregen. Maar die is nooit gekomen, want ik heb geen adres zet, dan komt hij niet. Dus ze hebben mij bij verstek veroordeeld. Ik moest in de beach op teletext lezen dat ik veroordeeld was. Dus toen ben ik naar Nederland teruggegaan, toen ben ik in hoger beroep gegaan. En in hoger beroep ben ik vrijgesproken. Maar dat heb ik nooit in de krant gezien. Ja, dat is een heel klein stukje. Maar daar heb ik het al over. Als het negatief is, dan is het groot en dan moet iedereen het lezen. En als dan ben je vrijgesproken. En van die stempel komt er dan toch niet meer af. En dan stuurt zo'n klein stukje erin. Nee, luister, ik heb niks verkeerds gedaan, want anders zou ik het ook zeggen. Want Ik heb in drie jaar in Spanje een café gehad. En als ik dan 6 maanden mij niet zie dat ik in mijn café zit, zit ik vast in België. Dat is zo'n onzin. En ik mocht België niet meer in. En dan ben vorige week nog in België geweest. Maar ja. Maar er zijn dan dat zijn mensen, sites, maar dat kunnen wij niet. Die zijn erop uit om het dan lekker op te blazen. Maar dat is, zeg ik al, dat is omdat je een beetje bekend bent. Met voetbal en dan krijg je zoiets. Hoge bomen vangen veel wind. Nee, dat weet je niet. Maar als je boven het grasveld uitsteekt, dan maai je als het kan gelijk om. Deze altijd. Als je nou morgen Mercedes rijdt, dan gaat altijd met Volkswagen rijden. Dan zullen we een cocaïne doen. Zo'n onzin. Zo zijn mensen, zo zitten mensen in elkaar. Waar doet ze het van? Dan weet het toch, zo zijn mensen. Ja, laat ze lekker doen. Ja, als je er inderdaad boven kunt blijven staan. Als je het niet kan, dan had ik me eigenlijk lang op moeten aangedenken. Nee, maar dan moeten ze het niet echt beschadigen. Nee, maar ja, dat doet de pers. Dat is, kijk, ik heb ook wel eens een grote mond. Ik roep het ook wel een beetje op mezelf af, hè, want ik ken goed voetballen en dit en dat. Dus dan willen ze ook, als het dan misgaat, dan pakken ze ook aan. Ja. Dat moeten weten. Ja, maar het moet wel op een oprechte manier zijn. Niet ergens van beschuldigd worden. Wat niet klopt, dat gebeurt ook vaak. Dan zouden de kans moeten krijgen om... Nee, daar ben ik al lang mee vergeten. In 1999 is dat gebeurd. En je zit nou bijna in 2007, dat is 8 jaar geleden. Waar moet ik me eigenlijk daar nou druk over maken? Nee. Vraag het nou, maar dan geef ik antwoord. En dan mag ik ook rustig zeggen, doet me niks. Nee, maar het staat ook gewoon op internet. Dus nee, maar doet me ook helemaal niks, doet me niks. Je mag er vragen, dan kan ik er eens een antwoord op geven. Ja, daarom vraag ik het ook. Ga je deze zomer zingen in het Havencafé? Nee, want dat heb ik verkocht. Aan een vriend van mij, omdat ik het veel te druk heb met zingen. Ik ben vorig jaar bijna 44 keer op en neer gevlogen voor het zingen, dus dat is gekke werk. Dan vlieg ik terug en dat verdien, dan moet ik weer afgeven, dus dat gaat niet. Dat werkt niet, nee. Ik kom er van de zomer wel een keer naartoe.
Ja, dat was het beste café. Ja, weer zo'n arrogante. Maar dat was in de zomer het drukste café van de Costa del Sol. Dat was Exode. Ja. En dat stond voor elke Nederlanders. Dag. En dat is allemaal elke dag voor mijn Nederlanders. 3 maanden is het gewoon helemaal bomvol. Kijk, de voorseizoen is wel rustiger. En dat is nou wel open in april. Ja. Dat duurt tot en met oktober. Maar ja, juni, juli, augustus, september zijn de topmaanden. Ja. Ja, ik had altijd zangers, dus alle zangers gingen daar op vakantie en die kenden mij, dus net als Walter Cruz en Annie en Peter Beens, iedereen. En die kwam dan naar mijn café en dan wisten de mensen, nou ja, dan komen mensen op af natuurlijk. Als ja, mensen op vakantie willen, dan gaan ze weer plezier op de vakantie. Ze hebben geld in de zakken, dan willen opmaken. Zon, dat is anders als hier een café hebben natuurlijk. Ja. Hier, ja. En in Spanje hadden minder regels, hier hadden alleen overal regeltjes voor het geluid en de brand, ja, en dit. Tijd en, dat is in Spanje allemaal niet hoor. Er is een jongen, William, die heeft op zijn site geschreven dat jij gezegd hebt dat hij verder moest gaan met zingen. Ja. Een voetballertje. En dat heeft hij gedaan. En nou schijnt het dus ook niet onverdienstelijk te zijn. Jij weet er zelf niks van, zo te zien. Jawel, zo. Nee, maar dan kijk zo afwachten. Nee, die jongens, die maar wat doet dat met jou? Als nee, je dan, niks. Nee? Nee, niks. Ik vind dat leuk, maar... ja, ik heb hem niet horen zingen, maar... Ja, maar ik zing niet slecht. Het is niet echt gezegd van het is in de Frans bouwen. Maar de jongen had een discotheek en die zong altijd mee. Ja. En je kon zien, je ziet dat iemand of ze dat leuk vinden. Want die keek op vol bewondering als ik ergens zing was. Zoals je kijkt hoe dat ik doe. Nou zie ik wel dat je soms dezelfde dingen doet als ik. Dat is natuurlijk wel leuk. Ja. Ik zeg, je moet gewoon gaan zingen. Nou, als iemand dat door zingen is altijd goed. Ja. Dus dan vond ik geweldig leuk. Nou, maar, ja, nou, maar dat doet mij niks. Ja, ik vind dat leuk voor die jongen. Hij hangt het wel ook op zijn site. Hij hangt het op aan jouw uitspraak. Ja, maar ja, jouw misschien ook, zijn beslissing ja. is geweest. Dus. Ja, maar is toch goed. Vond het toch mooi dat hij daar... Dat is toch leuk, ja. Ja. Zo is het ook. Maar je moet het wel zelf doen. Ik kan wel zeggen dat jij verder moet gaan zingen. Maar ja. Als je niet kunt zingen, je moet het toch zelf doen. Nee, maar je moet het toch zelf doen. Hè? Dus ik wat iedereen gaat voor het zingen tegenwoordig. Ook die niet kunnen zingen, gaan ook zingen. Hè? Ja, maar het is toch makkelijk gemaakt, hè? Ja, maar die maken het ook wel kapot eigenlijk voor een beetje de betere zangers. Want die gaan gewoon overal voor 25 euro staan te zingen. En ze hebben een koffertje bij en ze hebben foto's. Ja. Ze maken allemaal voor foto's. Ja. Ze zijn allemaal voor het Frans bouwers. Nou, dus mijn Frans bouwer. Ja. Nou, zo makkelijk is het. Dat is gewoon. Maar ja, het gebeurt wel. Ben je nog met iets nieuws bezig? Ja. Een single of een album? Die komt mijn moederdag uit, een nieuwe single. Neem nou maar van mij dat er gewoon een heel mooi plaatje is. Want dat is gewoon, ja, ik weet niet of jij mijn liedjes kent, überhaupt. Maar, enkelen. Ik vind het zelf wel leuk. Dus die stijl moet ik, kom het weer. En die komt mijn moederdag uit. En, dan en de titel mag nog niet. Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Maar, Big Secret. En er zit wel een hele mooie, er zit iets aparts bij, dus wat ik zeker weet dat de mensen gaan kopen. Dus iets nieuws wat nog nooit iemand gedaan heeft, dus ja, ik ben benieuwd. Maar dat kan ik niet uitleggen. Aan het einde van het jaar ook 2 concerten doen. Oké. Ja. Nou, wij houden het hier allemaal altijd in de gaten. Ik laat het jullie zeker weten. Zeker. Graag, hou je aan deze. Hij keek eens even mijn oog naar links. Ja, ik weet niet welke camera is. Er zijn 12 camera's. Het lijkt wel het boulevard hier. Ja, het is hier gewoon super professioneel, hè? Ja, het is echt professioneel. Verliefd. Verliefd wel, hè? Zeker. Maar ja, de boulevard is ook al gezellig. Dat hoor ik. Ja, is ook heel professioneel. Maar ook gezellig. Ook gezellig, ja. Ook gezellig. We gaan even kijken naar een clip van jou. Is goed. En dat gaat worden... Ik zal je alles vergeven. Ik hè? Zal je alles vergeven. Als hij hem kan vinden, tenminste. Je draaide je nog eenmaal om. En toen was alles voorbij. Ik gaf je alles wat je wou. Maar jij hield niet meer van mij. Nu zit ik met een schuldgevoel, waarom liet je mij alleen? Ik droeg jou op handen, maar jij was zo hard en zo gemeen. Ik zou jou alles vergeven, als je weer terugkomt bij mij. Denk eens aan die mooie woorden. Geeft hij je wel wat je wilt, of ben je uit op al zijn geld?
je jou niet alles geven. Ik gaf jou wel heel mijn hart. Illusies kun je iemand geven, maar jij speelt het spel wel hard. Ik zou jou alles vergeven als je weer terugkomt bij mij. Denk eens aan die mooie Passie. Ik zal je alles vergeven. Mooi zit, nummer. Zit er nou in de goede camera te kijken? Ja, hij is zo kritisch, die Adrie. Het is niet wel goed. Op Valentijnsdag heb je Sugar Lee Hoeboer verrast. Met je ludieke actie in Scheveningen. Ja. Vertel eens hoe dat ging. Ja. En waar kwam het vandaan? Ja, dat doet die PR-manager van mij allemaal. Die doet allemaal regelen. Ja, dat moet ik dan maar gewoon doen. Hè. Ja. Nee, maar ik ken Sugar Lee Hoeboer al een tijdje, maar... Ja, die vindt dat leuk. En daar kwam met liegen en op Scheveningen. En ja. Heb een clip van opgenomen en staat ook, komt ook op een special. En, dus ja. Maar was het dan niet echt een verrassing? Ja, wel, het was wel. Ze wisten natuurlijk niet. Ze wisten niet maar dat wij dan met limousine aankwamen en dus al die soort dingen. Maar ja, ze is zelf ook zo gek als een deur. Dus, ja, maar dat is ook leuk. Ze stond er wel al zo mooi op, zeg maar. Nee, ze stond er niet mooi op. Ze, stond, ze maakte open in een trainingsbakje. Oh, kijk. Maar dat heb je niet gezien natuurlijk. Nee, daar heb ik niet over de mail gekregen. Nee, die dat foto. Was dus zo. Maar op de mails had ze wat een beetje verzoenlijke kleding aan. Maar ja, toen had ze trainingsbakje aan. Aha. Anders is geen verrassing natuurlijk. Nee, oké. Daarom ik denk al van, zo staat het toch normaal niet aan de deur. Dan gaan we naar mijn moederdag doen. Dan gaan we ook rijden ook rond met de limousine. En dan halen we 8 moeders op. Die krijgen dan singelen om met eten. En die gaan dan mee naar een concert doen. Dus dat is wel leuk. Ik ben ook moeder. Ja, dat, ja, goed, dan moet u lijstje vullen. En in limousine kan je ons makkelijk door de straat. Wil eens kijken hoe vaak dat je manier draait, dan heb je misschien een kansje. Dat weet ik het toch niet. Lennesheuvel moet anders niet komen, John. Lennesheuvel, niks sorry, meer. Sorry, alle mensen uit Lennesheuvel. Komt toch LSV vandaan, of niet? Ja, klopt. Precies. Ja. LSV. Ja, beste voetbalclub uit Lennesheuvel. Ja. Maar waar kun je nou ontzettend boos om worden? Dat moet toch niet te moeilijk zijn? Ja, onrecht, maar ja, goed. Onrecht? Ja, je kunt eigenlijk ooit niet wapenen tegen dingen. Kijk, ik zelf geef er niet zoveel om, maar je hebt nog ouders en familie. Maar ja, mijn kinderen ze niet gaan boos krijgen. Nee, dat heb ik ook al. Ik ben trouwens toch nooit boos. Als ik boos ben, is dan 10 seconden ben ik het weer kwijt. Nee, een explosie en... Ja, en ik heb ook geen haat. Dat wil ik helemaal niet. Ik leef van dag tot dag, doe ik nog steeds. En elke dag wil ik gewoon lekker leven. Nee. Ik laat iedereen in zijn waarde, ze mij ook doen, dan vind ik het al lang goed. Dan kan ik beter vragen misschien, maar waar kun je ontzettend blij van worden? Dat zal dan wel lukken dan. Of ook niet. Ja, blij. Ja, gelukkig. Ja, dan wacht ik het zeggen. Wat verlicht jouw dan hart? Dan ik zeggen, maar dat gaat niet. Want dan snappen de mensen niet, maar ik wou het zeggen. Ja, ik vind het wel goed zo. Ja. Ik ben nou en leeft een goed leven en... Gezondheid, dat is het belangrijkste. Ja, dat zolang dat je gezond blijft, ben ik blij. Dat is het beste wat er is. Ja. Want je hoort zo gekke dingen tegenwoordig. Ja, mensen vallen zo om. Dus, het is ongelooflijk. Hoe jonger, en ze krijgen kanker en ze krijgen dit en ze krijgen dat. Nee, ik ben maar blij dat ik... Dat je gezond bent. Dan ben ik blij. Maar ben dan ook ben... bewust bezig om gezond te blijven? Nee, dat is juist het probleem. Dat doe je. Dat doe je, ja. Dat doe je, ja. Je gaat op stap of je eet verkeerd of... Kijk, als ik wat dikker word, dan zeg ik van, ik moet eens even wat minder... Calorieën happen. Ja, maar ja, goed, ja. En niet altijd in de hand.
Nee, ik denk dat wij niet zo. Ja, als artiest zijn. Ik heb heel lang wel gesport natuurlijk en heb ik niet goed afgebouwd. Ja, dat komt ook door het zingen, maar ik dat moet niet. Ook wel oppassen, hè? Ja, ja. Sport hard. Darm leef, pluk de dag. Oké. Okay. Nou, dan wou ik jou nog even vragen van, wat vind je van Omroep Dommeland? Van Omroep Domme? Ja, Domme. Of Dommeland. Nou kom het. Ik vind het gezellig. Ja, ik vind het leuk. Kom een keer terug, Marnie Schilder. Ja, met deze beloofd. Samen. Met deze beloofd. Ja, dus als zo gauw als jullie kunnen, dan zorg ik dat ze erbij is. Wij kunnen altijd. In het nieuwe seizoen, dan breng ik ze mee, staat. Nou, gezellig. We kunnen dan samen nog een leuk liedje playbacken. Dat doen we dan ook. Nee, dan zingen we gewoon samen Sjaan zonder muziek live. Zonder muziek live. Ja, dan kunnen we toch acapella. Zingen. Acapella. Ja, acapella. Oh, nou, dat is knap. Mag ik dan achtergrondkoortje spelen? Achtergrondkoortje? Jij? Alleen? Of vinden dat niet? Ik weet niet hoe je kan zingen. Nee, dit kan natuurlijk niet. Ja, maar een achtergrondkoortje hoeft niet te zingen, hè? Meestal niet. Nee, dat zal niet. Het is veel moeilijker als de lied. Met die basjes en met oeh, soep, 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 soep. Zangeressen. Oh. Nee. Nee, maar dat is beloofd. Dat doe ik. Nou, leuk. Dat zullen we meteen even kort sluiten. Als we straks de agenda's even trekken. Trek de agenda's even open en voor het volgende seizoen. 2007 vanaf september, geloof ik. Vanaf september, dan gaan we er weer tegenaan. Eind augustus. Wat wil je nog verder zeggen tegen de kijkers aan je eigen fans? Tegen de kijkers van Dommeland. Ja, andere kijkers hebben wij. Welke camera? Want, camera 11. Camera 11. Hey, camera 11. Die grote. Nou, kijkers van TV Dommeland. Blijf TV Dommeland kijken, want het is een goed initiatief en zeker voor het Nederlandstalig lid. En misschien kun je even zeggen wat de naam van je site is. De website van mij is www.johndebever.nl. Gewoon alles aan elkaar. www.johndebever.nl. Ja, ik bedoel eigenlijk geen streepjes en zo. Nee. Ik zeggen een streepje. www.johndebever.nl. Anders zeg ik toch streepje ertussen. Ze is blond van de Rijn, hoor. Dus ja, ik wou het zeggen. Ik snap het nog niet allemaal. Ik heb nog nooit zo moeilijk artiest. Weet het nou? www. Punt. Ik weet het wel, zeg het eens dan. www.johndebever.nl. Aan elkaar, hè? Aan elkaar. Allemaal niks paardjes. Zonder streepjes, geen apenstaartjes. Geen apenstaartjes. Anders kijk op omroepdommeland.nl. Aan elkaar. Want daar komt ook een link te staan naar de site van johndebever.nl. Doe het andersom ook. Apenstaartjes. Ja, daar hou je aan, hè? Ja. Oké, goed. Ik heb al twee dingen waar ik me eigenlijk aan moet houden. Kun je het onthouden, trouwens? Het moet niet te veel worden, hoor. Dat kan ik niet onthouden. We gaan eerst even kijken naar een clipje van jou. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Ik had bloemen anders eerst. Doe me eerst bloemen. Ja, doe me eerst bloemen. Oh, doe me eerst bloemen. Is mijn moeder weer blij mee. Dan ga ik jou kussen, John. Kussen? Ik ben uit. Nou, dankjewel, Dommeland. Ja. Dankjewel, John. Dat was heel leuk om hier te zijn. Foto? Foto. Dan gaan we die vorige foto's pakken. En wij gaan kijken naar de clip. Nooit meer alleen. Hier is John de Bever. Ik werd verliefd toen ik jou zag. Met die mooie verlegen lach. Nu ben jij hier, blijf toch bij mij. Jij en ik, voor altijd. Ben op zoek naar geluk. Nee.
Dat is een verrassing. Dat was weer een erg leuk artiest. Dank u. Tot dan. Doei.